De regering is bezig met haar ontwikkelingsplan 2012-2016, waarin de pijlers van het beleid productief, veilig en duurzaam zijn. De komende 5 jaren moet het human capital versterkt worden om deze doelen te bereiken. Voor 2013 betekent dit dat er extra geïnvesteerd wordt in productiviteit. Meer banen in de agrarische sector, de woningbouw en de dienstensector. Omdat de Surinaamse mens ons land bijzonder maakt, omdat de Surinamer ons land kan bouwen en omdat de Surinamer ons land gezicht geeft. De mix van historie biedt ons een bijzondere kijk op de toekomst, met mogelijkheden die deze regering volop wil benutten. De afgelopen jaren heeft ons klein landje zich bestaande weten te houden tijdens de wereldcrisis. We hebben het economisch zelf groeiend gedaan. De regering wil deze opwaartse weg voortzetten en beseft dat zij dat niet alleen kan doen. Daarom gaat deze regering intensieve relaties aan met samenwerkingsverbanden zoals UNASUR en CARICOM of met de BRIC-landen. Suriname vergroot zo haar wereld en haar afzetmarkt. De investeringen die aangetrokken worden zullen enerzijds voortkomen uit de internationale contracten, maar komen anderzijds uit onze eigen efficiëntie. Het gaat goed met de staatsfinanciën, maar we bouwen zekerheden in voor de lange termijn. Daarom is er een spaar- en stabilisatiefonds opgericht, zodat inkomsten uit de productiesectoren gespaard kunnen worden voor moeilijkere tijden en geïnvesteerd kunnen worden in duurzame sectoren. De ambitie is om over de grens te kijken en Suriname daadwerkelijk deel te maken van de wereldeconomie. Maar als we mee willen doen op het wereldtoneel, betekent het dat we eerst ons huiswerk moeten doen en ons eigen huishoudboekje op orde moeten hebben. Dat betekent onder andere dat we de balans tussen rechten en plichten gaan herstellen. We willen produceren, maar moeten ook gezond zijn. Daarom komt er gezondheidszorg voor allen. Balans is nodig in ontwikkeling. Economische vooruitgang moet hand in hand blijven gaan met sociale en milieuaspecten. Aan de andere kant zeggen we als overheid ook dat we zelf productiever moeten werken. We moeten af van de denkwijze dat we aan de macht zijn, maar moeten weten dat we in dienst van de samenleving werken. Processen en systemen die niet meer voldoen zullen moeten wijken. Terwijl toeristen komen genieten van de rijkdom van ons land, moeten we zelf weer trots worden op Suriname. Dus de overheid gaat in veiligheid blijven investeren. Veiligheid in de leefomgeving van haar burgers, zodat een ieder kan opgroeien tot de persoon die hij wil zijn. Recreatie is nodig ter stimulatie van de creativiteit en innovativiteit van onze mensen. De regering gaat voort met haar opbouw en haar doel om een productiever, veiliger en duurzamer Suriname bij u af te leveren in de komende jaren.